Het zonnetje schijnt, het is vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur. Lieve kijkers, stuur aan het stuur. Ik ga een hele speciale gast ophalen. Ik ben in Almere, Almere Haven. En ik krijg zo het terrein op waar ik hem oppik. En dan komt hij naast me zitten. Dus ik zou zeggen... hou je scherm aan. We gaan een nieuwe aflevering maken van Tuur aan het Stuur. Wat leuk. Bij de eerste. Tuur aan het Stuur met een speciale gast vanmiddag. Live vanuit Almere richting het zuiden. Het zonnige zuiden. Ik heb naast me zitten Roy Welters. Hi Roy. Hey, hallo. Goedemiddag. Office Center Roy Welters. De vestigingsmanager van Office Center Nut. Super aardige kerel, doet heel veel voor lokale ondernemers en voor zijn klanten. En hij zit bij mij in de auto vandaag. Hoi, welkom jongen! Ja, dankjewel. Unieke situatie natuurlijk dat ik bij jou in de auto zit. Als je dat maar weet. Want hoe mooi kan het zijn dat wij elkaar hebben leren kennen via van allerlei mooie dingen. En per toeval moest jij naar Almere en ik ook naar Almere. Nou, ja. Hier zitten we dan. Hoe leuk was het? En jij komt met het idee, zullen we samen rijden? En ik denk, kun je mij wel aan? Ja, hij kon het aan. Hele leuke weg heen. Nu gaan we terug. Het weekend staat voor de deur. Hij heeft vakantie, dus wat dat betreft, hij heeft een hele goede zin. En ik wil graag met jullie eventjes bespreken hoe leuk het was van het evenement wat hij ook georganiseerd heeft met Office Center. De opening. Hij heeft gevraagd om lokale ondernemers te laten shinen in zijn filiaal. Maar vertel eens Roy, hoe ben je op dat idee gekomen? Want dat is super leuk geweest. Nou ja, dat shinen, dat mag ik wel zeker bevestigen dat dat zo was. De heropening, ik denk dat je daar een beetje op doelt. Ja. Events zijn ontstaan vanuit het idee dat ik zie dat de markt behoefte heeft aan verbinding. Aan elkaar opzoeken, een platform, bij elkaar komen, informatie delen. En dat is de eerste uitgangspositie geweest voor een event bij Office Center. Nou, daarop volgend komt een fantastische heropening, omdat we natuurlijk vanuit Staples overgegaan zijn naar Office Center. En in die periode 25 ondernemers bereid gevonden om samen zo'n twee fantastische dagen te organiseren afgelopen maand bij Office Center Nut. Ja, ik kan niet meer dan uitspreken hoe gelukkig ik daarmee ben geweest en ook hoeveel fun wij als team in Nut daaraan hebben beleefd. Dus ja, het idee ontstaat uit samenwerking. Ja, echt super. Nou ja, ik mocht er ook bij zijn. Je vroeg me en natuurlijk is dat leuk. Want ja, geven en nemen, precies wat je zegt, verbinden, samen zijn. Ja, we hebben 2 dagen, ik heb me echt poten plat gelopen. Zoveel respect voor jullie. Iedere dag weer staan, klanten te woord staan in de retail. Och, geweldig team. En ook best wel zwaar om dat dagelijks te doen. Maar ik heb ook echt genoten. Ik heb hele leuke ondernemers leren kennen. En hele leuke gesprekken gevoerd. Ik ben niet bij mijn stand geweest. Ik heb alleen maar bij collega-ondernemers aan de desk gestaan. Hele leuke mensen leren kennen. Maar wie waren er ook alweer? Roy, help me even. Nou ja, het is een waslijst. Ik heb ze echt moeten opschrijven. Want 25 stuks uit mijn hoofd. En ik kan er een hele hoop, kan ik er zo noemen. Nou, allereerst Beekdalen heeft de heropening gedaan. Hè? De gemeente. Ja. De heer Timmermans is daar geweest. Netjes op zo'n knalknop gemapt om feestelijk te heropenen. Confetti, wind, wapper, waai, dingetjes. Ja, helemaal top. Schitterend. Ja. Het publiek toegesproken, de ondernemers die daar stonden met hun stand ook toegesproken. Maar ik ga door het lijstje heen, want ik heb ze hier staan. Ja joh. Dus natuurlijk Arthur. Arthur was daar van Stijn en Alberg. En we hadden ook Ricardo Frederiks en Dempsey Bede van Bad Dice. Ook een fantastisch koppeltje. Met z'n tweeën staan ze daar. Echt power erin. Ja. Leuk bedrijf. Jonge gasten, studenten. Ja. Absoluut, absoluut. Nou, de lokale ondernemers niet altijd persoonlijk aanwezig. Maar Canisius moet van de partij zijn als we even kijken naar echt lokaal. Daar hoort ook Garuba chocolade bij. Michel stond er ook met een mooie display van zijn chocolade. Zeker niet te vergeten. 2 zeer enthousiaste dames die zeker ook wel wat sfeer hebben gebracht van de Jazz Kids. Helemaal leuk. Devin en Jasmine. Ja. Nou, fantastische onderneming wat ook zeker een maatschappelijk belang heeft. Zeker ook wel even te benadrukken. Ja. Entourage aangekleed door die events. Danny Gijzen, een supermooi bedrijf. Heel breed georiënteerd. Goede klassificatie als je kijkt in party, in aankleding, in feestenpartijen, zeker daar een keer naar gaan kijken. Ja, heel mooi.
Suzanne Oudekerken van Elysian. Ja, ik heb die klopte overal. Ja, juist. Heel leuk. Ook goed concept. Zeker. Mooie combinatie weer in de rest. Nou, wat hebben we nog meer? Bjorn Bos en Eva van Asperen van Good Stuff Natural Bakery. Oh ja, dat was lekker. Zeker weten. Ongelooflijk. Echt, ik heb niks met taarten bakken, maar taart in de ijskast zetten, kan en klaar, stap 1 tot en met 5. Super concept. En mooi vormgegeven. Ja. Echt helemaal top. Zit nog wel een leuke samenwerking wellicht ook met hun aan te komen. Oké. Okay. Ook een samenwerking met Office Center. En nou, we gaan eens kijken waar dat schip strandt. Ja. Ook zeker leuk om te doen. Peter Hoebe, het juristenhuis, onze bijna thuisjurist. Peter Hoebe. Ja. Dan hadden we Remy Grandjean van Risico Consult. Want we lopen natuurlijk allemaal risico's in ons bedrijf. Nou, als je het hebt over expertise op dat vakgebied, bij Remy zijn. Oké. Okay. Een leuke stand. Rob Koops uit Den Landen, onze kant opgekomen. Oh, van de werkplezier. Werkplezier. Ja, we hebben boeken geruild. Hoe leuk was die stand? Heel erg goed. Dat koffertje, fantastisch. Stond dat te glunderen, had er plezier in. Ja. Mag ook wel als je werkplezier verkondigt. Helemaal top. Dan hadden we Frank van Gestel van VGA Advies, accountantskantoor. Hij had zich nog mooi samen met Remy aangemeld. Nou ja, ook daarin zeker de expertise wenselijk om die aanwezig te hebben. Joyce Verheijden van het Inspiratiehuis. Ja, ook leuk. Heel leuk. Schitterend. Die borduurmannen, die borduurdingen die vanaf één stuk. Ja. Wie waren dat ook alweer? Dat zijn, daar overval je me even. Van. Een lijst. Borduurmachines. Helemaal te gek. Ja, ik ga even mijn lijstje af als je het goed vindt. Oh ja, sorry. Maar ik heb nog een pagina, daar staan ze vast en zeker staan ze daarop. Borduurservice Spiegel natuurlijk, daar hebben we het over. Tuurlijk. Met hun borduurmachine. Vanaf één stuk? Eén stuk, kan allemaal, kan ook via ons, geen enkel probleem. Bouwcentrum Jan Oprij, mooie sponsoring gedaan. Ja. Relim Blue Kick, we hebben nog de officiële opening gehad van het inzamelpunt Blue Kick. Ik zou daar iets over kunnen vertellen. Als we dat even hebben. Doen we. Ik zet hem eventjes nu stop en dan gaan we daar weer een nieuwe take doen en dan mixen we dat zo leuk erbij. Hey, leuk dat je kijkt. Blijf nog even wachten. Blijf nog even kijken, want er komt straks nog veel meer in Tuur aan het Stuur. Oké, okay. Nick had trouwens ook gewonnen van mij. Vond ik wel minder van Nick. met die Mentos dingetjes. Ja, met die buizen. Oh man, ik heb nou nog spierpijn aan mijn armen. Maar hij deed het beter dan ik en sneller dan ik. Dus Nick, nogmaals jongen, van harte gefeliciteerd met je fantastische prijs. Maar vertel, wat is Relin eigenlijk? Nou, Relin Blue Kick is eigenlijk het project wat geopend is. Waarbij je zorgt dat afgedankte apparatuur, in dit geval PC's en laptops, terug worden gezet in de markt. En teruggezet in de markt betekent, je kunt ze nu officieel vanaf nu bij ons inleveren. Op een veilige manier, je harde schijf wordt gewiped, daar krijg je een certificaat van. Dat is wel belangrijk. Dus je doneert jouw PC eigenlijk op onze locatie, die wij weer afstaan aan Blue Kick project. En nou, wat hun doen, is eigenlijk met mensen werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja. Die halen die PC's uit elkaar, die kijken of ze onderdelen kunnen gebruiken, bouwen nieuwe PC's of hergebruiken PC's, zetten die voor een goedkope prijs terug de markt in. Een kleine beursje, ja. Voor een kleine beurs. Ja. Schitterend project. Stel dat product, zijn we weer 2 of 3 jaar verder, komt wederom terug in het Blue Kick project en wordt dan afgebroken tot een herbruikbare grondstof. Dus zo heb je een heel circulair proces, heb je bewerkstelligd met het project Blue Kick. Nou, ik ben hartstikke trots dat wij nu een officieel inzamelpunt daarvoor zijn. Nou. Ik vind dat ook echt een meerwaarde voor lokaal. Het is echt een lokale partij, Relim, die werkt voor dit soort projecten. Dus ik kan alleen maar van ganse harte aanbevelen, lever je PC in als je hem niet meer gebruikt. Heel goed. Geef hem af. Ja, echt super, super. En ook dat circulaire. Er lag ook zo'n tasje van die afgedankte werkjassen. Ja. Ja. Van Poer, weet ik toch, ken ik persoonlijk. En die maakt ook inderdaad van allemaal jassen en allemaal oud materiaal, maakt ze nieuwe designs en dat komt dan ook weer terug in de markt. Ja. Ook circulair, duurzaam. Ja jongens, dat is echt heel erg bijzonder als je als ondernemer zo maatschappelijk ook betrokken bent bij de aarde, bij de werknemers, bij medewerkers, in de sociale kringen. Ja, ik vind het heel erg mooi om te zien dat bedrijven zo actief zijn daarin. Ja, top. Zeker weten. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij om dat te promoten in deze Zeker. Nog een paar leuke gasten. Wat hadden we nog meer? Dat zonnepanelen, wie was dat ook alweer? Die dame. Ik ben eventjes Sarima.
Ja, Innovidak. Innovidak. Dat is van Roy Fransen, die hebben op de particuliere markt zitten, die op zonnepanelen. Schitterend bedrijf, hebben ook meerdere takken, zitten ook op de grote business. Dit is dan de particuliere markt waar ze mee stonden. Ja. Ook zeker de moeite waard. Voor een enthousiaste dame die ook haar mannetje kon staan. Ja. Hessel Hendricks, niet te vergeten. Hessel Hendricks reclame. Ook een hele mooie product met zijn laser graveren en dergelijke. Echt gaaf, die maakt echt mooie spullen. Goede fotograaf ook, kan ik aanbevelen. Ja, ja. En dan hadden we Danny Touw en Hans van der Tocht van Pitchworks. Oh ja. Hoe doe je nou een best pitch? Ja, leuk. Als het goed is, komt er nog een filmpje van. Die waren ook goed. En die staan trouwens ook op Limburg Leeds, hebben ze een stand. Ja. 15 en 16 mei in het MEC in Maastricht. Klopt. Ook leuk. Zie je ons trouwens ook, misschien niet samen of individueel, maar altijd leuk om er toe te komen. Zeker voor je netwerk, om daar ook nieuwe mensen te leren kennen. En om leuke gesprekken te voeren. En de koffie schijnt er heel erg lekker te zijn. Dus, ik laat me verrassen. Ja, aanmelden gratis kan ook. Ik zal een linkje ergens onder deze video zetten. Kun je aanmelden. Dat is leuk, jongens. Zeker doen. Nog? Marina van Rossum, de Blijmaker. Ja, ook leuk. Financieel advies. Heel goed, Marina. Financieel advies op een heel specifiek vlak. Zeker ook een keer mee connecten. Yes. Erg actief in de B&I. Ook zeker wel iets wat de moeite waard is om daar eens naar te kijken. Dan hadden we Geert Tobbe van Bureau Ergo. Een ergotherapeut. Ja, kan inderdaad. Je bedrijf door meting geven, zeg maar. Ben je nog ergonomisch ben je bezig? Voorkom ziekteverzuim, dat soort zaken. Heel slim. Deed ook heel leuk, die jongen. Ja, leuke gast. Beetje Montfort, Midden-Limburg zat hij in zijn werkgebied. Maar die komt ook heel Limburg af. Ja. En als je naar Utrecht moet komen, rijdt hij ook naar Utrecht, weet ik zeker. Doet hij allemaal. Ja. Eens even kijken, wie hebben we nog meer op staan? Kijk eens, draai de bladzijde om. Ja, Canon. Even de leveranciers natuurlijk. Canon, zeker ook vertegenwoordigd. Scharfenburg is onze leverancier van de ergonomische stoelen. Okay. Certificeerde stoelen. Ja. Macrosol. Ja, Macrosol. Afdakken. Oh ja, natuurlijk. Macrosol. Zit bij ons op het industrieterrein. Ja. Dus als je het hebt over lokaal ondernemerschap, dan moeten die zeker aanwezig zijn. Yes. Panzerglas, het product voor je scherm van je telefoon. Ja. Met een hamer erop tikken en er breekt niks. En dan hadden we Lars Pakbier en André Kuppen. Ja, dat waren ook wel jongens. Zeer motiverende gasten, moet ik zeggen. En die snappen echt hoe het werkt online met campagnes, Facebook, LinkedIn, Instagram. Echt toppers van de bovenste plank. Hadden we het niet mogen missen op ons event. Nee. En dan hadden we nog de Luitengroep. Dat is Remy Luiten. Stond ook. Mooi bedrijf bij ons, 3 deuren verder. Oh ja. Alles eigenlijk in groenvoorziening, aanleg van tuinen, parken, voor gemeentes. Dat was Maurice Belle. Die had zo'n mooie naam. Maurice Belle is van Geel. Oh, van die heftrucks. Ja. Ja, en die waren ook samen met Luiten, geloof ik. Volgens mij was dat samen... Zit in één pand. Dat kan ik wel. Maurice Belle, dat was het afsluiten. Maurice Belle, van Geel heftrucks service. Troy, echt geweldig. Wat je doet met Office Center, het is een landelijke organisatie, maar toch doe jij als vestigingsmanager in Nut dat ongelooflijk goed. Je geeft die mensen ook een platform, je geeft ondernemers een platform om aan elkaar te linken, om te verbinden, om nieuwe deals aan te gaan, maar ook gewoon om als mens tot elkaar te komen, om leuke gesprekken te voeren. En dat doe je fantastisch. En daar gebruik je dan ook jouw bedrijf voor, jouw Office Center bedrijf voor, om dat mogelijk te maken. Dus wat dat betreft doe je dat super. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn, omdat je dat platform biedt. Dus wat dat betreft hartstikke bedankt. Wat gaan we nog meer doen? Gaan we nog meer samen doen, Roy? Wat gaan we nog meer samen doen? Ja, weet ik niet. We hebben toch de laatste LinkedIn training gedaan, man? Sorry. Vertel daar nou eens wat leuks over. Zoveel samen. Ik word gewoon s'avonds om 10 uur nog geappt met allerlei ideeën die daar vanaf spatten. Dus ik ben af en toe de weg kwijt, omdat ik ook nog een baan daarnaast heb. En we lijken heel erg gelinkt aan elkaar, maar dat is ook zo. Als je even persoonlijk vlak kijkt, dan matcht dat goed. Nou ja, we hebben ook een LinkedIn workshop gedaan. Dat is zeker een goede start om ook die kant van het verhaal, om een platform weer te gaan creëren, ondernemers iets extra's te bieden, iets extra's te lezen. Nou, dat staat nu met de eerste training in de kinderschoenen, maar wordt zeker uitgebouwd tot... Leren bedoel je? Ja, absoluut. Leren op welke manier dan ook. Leren, ja. Leren, ja. Lezen. Je had het over lezen. Je bedoelt leren. Je wilt ondernemers wat leren. Iedereen ondernemer wil wat leren. Ja. Want niet iedereen is goed in alles. Wij ook niet. Dus ja. Maak daar gebruik van. De Office Center Academy. Bijvoorbeeld. Noem maar eens wat. Maar goed. Wat leuk, man. Het staat in pilot. Het staat in de boeken. Het staat geschreven. Ja. En we gaan ermee starten. Helemaal top.
Helemaal leuk. Ik werk daar graag aan mee. Nogmaals, hoe ver we komen, dat weten we niet. Maar als je in ieder geval samen doet, dan kom je misschien niet heel erg snel vooruit, maar je komt wel heel ver vooruit. En ik denk dat dat iets is wat we, ja, wat we moeten gebruiken als afsluiting van deze vlog, Duur aan het Stuur. Zoek elkaar op, zoek gelijkgestemden op. Zorg voor synergie, 1 en 1 is 3. En als je dat doet met collega-ondernemers, dan wordt ondernemen nog veel leuker dan dat het al is. Roy, ik wil je bedanken voor je tijd, ik wil je bedanken voor je openhartigheid en voor je informatie. En ik ga je zeker blijvend volgen en ik hoop nog hele mooie dingen met je te kunnen doen samen. Nou, insgelijks. En jij bedankt voor het kijken. Fijn weekend. Fijn weekend. Hoi.